President Chandrika Prasad Santokhi zet in op een hechtere samenwerking met Frankrijk. Gezien de investeringen van Franse bedrijven in offshore olie- en gaswinning, wenst het staatshoofd de economische bedrijvigheid te vergroten door samen te werken met de private sector en belemmeringen weg te nemen. Dit vertelde het staatshoofd gisteren tijdens een bezoek aan de Franse zaakgelastigde in Suriname, José Gomes. Het bezoek was in het licht van de viering van Bastilledag. Op deze dag wordt jaarlijks de bestorming van de Bastille in 1789 herdacht. Deze dag markeert ook de geboorte van de Franse Republiek. Zaakgelastigde Gomes heeft er alle vertrouwen in dat de belangstelling van Franse ondernemingen voor Suriname zal toenemen. De diplomaat noemde als voorbeeld de Franse multinational olie- en gasonderneming Total Energies, die een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van de olie- en gassector in Suriname.